Gaan de huizenprijzen dalen? Wat is de ontwikkeling van de huizenprijzen op de lange termijn? En wat denken wij van de huizenprijzen in 2023? Vorige week kwam het persbericht van de NVM weer uit. Nou, wij als NVM-makelaars kunnen directe ontwikkelingen volgen, omdat we direct inzicht hebben in wat er te koop wordt gezet en wat er verkocht wordt. Wij zien namelijk gelijk de transacties via de koopovereenkomsten. En we kunnen ook zien wat er te koop wordt gezet. De cijfers van het kadast en de CBS-huizenprijzen lopen erachteraan, gemiddeld zo'n drie maanden, want die gaan uit van de overdracht. En dat ligt dan zo'n drie maanden later. We hebben de afgelopen maanden gezien dat er in een paar maanden heel veel mis kan gaan. Dus ook de inzichten in de woningmarkt moet je steeds bijstellen. En daarom krijg je aan het eind van mij een aantal gratis downloads. Dan weet je precies hoe het met de markt in jouw regio zit. En ik leg je alles uit hierna. Ik ben Theo Heus, een VM makelaar en eigenaar van Digimakelaars.nl, woonregisseurs van Nederland. Al 17 jaar verkopen we huizen in het hele land. Dus ook jouw huis met de allerbeste woningmarketing en de grootste persoonlijke aandacht. En dat allemaal voor de kleinst mogelijke vergoeding. Iedere week hebben we nieuwe video's over wonen en je eigen huis. Dus abonneer je hieronder op ons kanaal. Klik op de bel en krijg bericht als er weer wat nieuws voor je klaar staat. Er is meer lucht aan het komen op de woningmarkt. Het aanbod steeg met 54% en er staan eind tweede kwartaal maar liefst 42% meer woningen te koop dan het eerste kwartaal. Ofwel nu ruim 25.000 woningen. De vraagprijs van te koopstaande woningen is gemiddeld met 9,5% gestegen naar 499.000 euro. De woningverkoopprijs stijgt gemiddeld nog wel, maar gelukkig niet meer zo hard als voorheen. De gemiddelde koopsom is nu 448.000 euro en daarmee komt die stijging op jaarbasis op ongeveer 10% uit, waar dat vorig jaar nog 20% was. De prijsdaling van vorig kwartaal, die grotendeels voor rekening kwam door minder verkopen van duurdere huizen, is daarmee weer van de baan. Een nieuwbouwhuis kost nu 483.000 euro, ruim 12% meer dan vorig jaar. Dat betekent dus dat nieuwbouwwoningen nog wat harder in prijs stijgen dan bestaande bouw. En als je al een nieuwbouwhuis wilt of kunt krijgen natuurlijk. En daarover vertel ik straks nog wat. De gemiddelde verkooptijd van bestaande woningen bedraagt 24 dagen. En dat is nog steeds heel erg kort. 89% van de nieuw in verkoop komende woningen wordt binnen drie maanden verkocht. Qua aantal verkopen was het tweede kwartaal best goed. 36.000 bestaande woningen via NVM-makelaars. En dat is met 24% bijna een kwart meer dan in het eerste kwartaal. Maar nog steeds 1% minder dan vorig jaar. Toch zijn we nog niet aangekomen bij de top van de markt. De prijsstijgingen die vlakken wel wat af. Maar de hypotheekrente stijgt door en de energiekosten stijgen ook. Dus wat je ziet, is dat kopers een beetje opschuiven naar een iets lagere prijsklasse. En dat is ook mijn tip. De woningmarkt wordt wel rustiger. Maar kijk ook eens in een andere plaats of naar een andere kwaliteit. Of gewoon een prijsklasse lager. Oh ja, niet vergeten naar de gratis downloads te kijken hieronder. De links krijg je in de toelichting. En aan het eind heb ik nog wat mooie inzichten voor je. Er zijn minder bezichtigingen per woning en de biedingen worden ook minder extreem. Ondanks dat wordt er nog steeds overboden. 8 van de 10 woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. En dat is praktisch evenveel als vorig jaar. Er wordt gemiddeld voor 7,5% meer dan de vraagprijs verkocht. Voor de kopers, je NVM-makelaar, dus ook wij, weten hoeveel er wordt overboden in de wijk waar jij zoekt. Dus heb je een huis op het oog? Vraag hier dan je aankooprapport aan. Het aanbod op de Nederlandse koopwoningmarkt is met een krapte-indicator van 2,1 in het tweede kwartaal van 2020 ietsje ruimer geworden. De krapte-indicator geeft aan uit hoeveel huizen je gemiddeld kunt kiezen. Het woningaanbod stijgt het hardst voor hoekwoningen, tussenwoningen en voor turn en kapwoningen. Appartementen en vrijstaand die blijven een beetje achter. Ook in de koopwoningmarkt hebben we een reproductiegetal. Hé, hey, waar kennen we dat nou van? Dat noemen we de instroomquote. Die staat nu op 286, ofwel voor ieder verkocht huis komen er 2,86 nieuwe woningen in de plaats in de verkoop. En dat zou betekenen dat het te koopstaande aanbod in iets meer dan een jaar kan verdubbelen als het zo doorgaat. We zien dat de verkoopsnelheid nu al langzaam afneemt, maar die snelheid kan er best wel eens uitgaan als dat aanbod blijft groeien ten opzichte van het aantal verkopen. Voor verkopers duurt het dan wel wat langer, maar de krapte blijft. Dus als je je huis netjes in orde hebt en netjes prijst, komt er echt nog wel een koper. In iedere prijsklasse zijn er meer kopers dan huizen. En dat blijft nog wel een paar jaar zo, want er wordt nog steeds veel te weinig gebouwd. Er zijn nu verkopers die zich zorgen gaan maken of ze hun huis wel verkocht krijgen. En dat is misschien ook een reden waarom het woningaanbod stijgt. Wil je nou voorkomen dat je als verkoper de boot mist, zorg dan dat je. Alle marketing gebruikt die mogelijk is, zodat je huis blijft opvallen tussen het groter wordende aanbod. Wij pleiten ervoor dat de overheid soepeler wordt in de regelgeving, grotere huizen makkelijker opgesplitst kunnen worden of gewoon bouwen in de achtertuin bij je familie met een groot stuk grond. En dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, dat begrijp ik. Starters hebben het moeilijk in deze tijd. Je moet echt flink sparen om aan je eerste huis te kunnen beginnen. En dat zien we in een groot deel van de westerse wereld helaas. Over de nieuwbouw kunnen we kort zijn. Dat gaat niet goed. Via de NVM werden maar 5000 nieuwbouwkavels en woningen verkocht het afgelopen kwartaal. Op jaarbasis is dat ongeveer 28.000. Nieuw aanbod in de nieuwbouw blijft 17% achter vergeleken met vorig jaar. Een schamele 8000 stuks. Maar nieuwbouw wordt wel heel duur. 40% van alle nieuwbouwwoningen kost een half miljoen euro of meer. En daarnaast wordt er ook kleiner gebouwd. In alle woningtypen neemt het aantal vierkante meter woonoppervlakte af. Dat komt doordat er te veel appartementen worden gebouwd en door de stijging van de bouwprijzen. Meer dan de helft van de appartementen is kleiner dan 90 vierkante meter. Er wordt dus weinig nieuwbouw verkocht en dat heeft een paar oorzaken. De eerste oorzaak is het aanbod, want dat sluit niet aan bij de vraag. Te veel appartementen, te weinig wonenhuizen. Ten tweede, de betaalbaarheid wordt ingewikkeld. En ten derde, de consument is voorzichtig. Een nieuwbouwhuis bouwen kost meer dan twee jaar tegenwoordig en consumenten willen zich niet nu al voor zo'n lange periode binden. Over de hele linie zie je minder nieuwbouwkopers. Een doorstromer wil eerst zijn eigen huis verkopen en starters hebben niet genoeg geld. Projectontwikkelaars zijn niet zeker van hun bouwkosten. Ze zetten hun bouwplannen liever in de ijskast en hopen op betere tijden. En die ontwikkeling zien we niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Zelfs in de Verenigde Staten houden ontwikkelaars de hand. Op de knip. Zolang het niet goed gaat met de grondstoffenprijzen, verwacht ik dat er weinig wordt gebouwd en veel plannen inderdaad in de ijskast verdwijnen. Onze voorzitter van de NVM zegt het heel precies. De regering moet gaan denken in mogelijkheden en niet in problemen. Als bouwen zoals we dat de afgelopen eeuwen hebben gedaan niet meer lukt, dan moeten er andere dingen worden verzonnen. Ooit zijn we van plaggenhutten in stenen huizen terechtgekomen. Misschien zijn er andere manieren van bouwen en bouwmateriaal gebruik die veel beter zijn voor het milieu en ook voor de portemonnee. Maar dat moeten we wel willen allemaal. Heb jij ideeën? Zet ze hieronder in de opmerkingen. Wij zien ze graag tegemoet. Onderaan in de toelichting heb je weer de mogelijkheid om gratis de woningmarktinformatie van jouw gemeente op te vragen, evenals het complete rapport van Heel Nederland. Ook een aankooprapport en ook nog de mogelijkheid voor een gratis waardeindicatie. Kortom, met digimakelaars.nl Houden we je zo goed mogelijk op de hoogte van wat er speelt rondom wonen en je eigen huis. Vond je dit een goed verhaal? Geef de video dan een like. Deel hem met je vrienden. Abonneer je op ons kanaal. Klik op de bel voor steeds weer een seintje als er iets nieuws voor je klaarstaat.